Wat ben je dan? Voor zie je niet. Oké, ben je dan? Ja, dat vind ik prima. Ja, maar die hebben alleen naar voren toe. Twee vrienden van mij dachten al dat er zoiets van een aardbeving huis was ingestort. Nou, ik zei dat er niks aan de hand was. Zij hebben snel naar achter gelopen, de deur open gedaan. Nou, zagen we en ik allemaal mensen naar buiten komen, dachten er is wel iets goed mis. Nou, er kwam allemaal zwart rook uit, dus toen wisten we al dat er wat aan de hand was. En de muur was helemaal verschoven, de pui boven de balkon lag er gewoon helemaal af. En allemaal glasscherven op de grond, tientallen meters eraf. Dus wel heftig. Ja. Geschrokken? Ja, best wel. Ja. Ja. Snel moeders opgebeld, omdat het best wel dichtbij is. Maxime woont ernaast en ik twee huisjes verder. Maar de hele rij in het huis, in alle huizen hebben het gehoord. Dus de hele buurt eromheen ook. Ja. Melding gekregen van een explosie in een woning. Toen wij ter plaatse kwamen was er ook brand. En toen wij de woning betraden, heeft zich nog een tweede explosie voorgedaan. Een kleinere, neem ik aan? Ja, een kleinere explosie. Gelukkig zijn daarbij geen mensen van de brandweer de grond geraakt. Want die waren op dat moment binnen? Ja, wij waren op dat moment net bezig om de woning binnen te gaan. Hoe ziet het eruit binnen? Een behoorlijke ravage. Veel muren ontzet, veel glasschade. En zoals u achter mij kunt zien, ligt de hele achtergevel eruit.